Dames en heren, we hebben bedacht, we gaan er een heel mooi feestje van maken vanavond. Daar zijn jullie het ongetwijfeld mee eens. Maar we vonden ook dat we op onze 21ste verjaardag even stil moesten staan bij twee vrienden die er niet bij kunnen zijn vanavond. En de meesten hier in de zaal weten natuurlijk wel ongeveer of precies wat er gebeurd is. In 1999, op 6 juni, toevallig precies 16 jaar geleden, is onze gitarist Royd na een ongeluk overleden. En moesten wij helaas afscheid van hem nemen. En dat was niet makkelijk. Ik heb vandaag eigenlijk niet zo heel erg uitgebreide tekst voor moeten zeggen. En 3 jaar geleden hebben we afscheid moeten nemen van Theo van Liftrek. Onze man die ons na het verlies van Royd uit het slot getrokken heeft, als het ware, met zijn accordeon. En voor deze twee mensen willen wij graag even een liedje zingen. Een liedje is eentje die we gedaan hebben ook toen we hier op deze plek afscheid namen van Theo. En eentje hebben we in 1999 geschreven voor Royd. Als de oorlog komt, als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een klip die komt, dat ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regen komt, waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? Als ik iets moet zijn, wat ik nooit geweest ben, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen, als het nergens anders kan? En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan? Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij. Kom wanneer je wilt, hou een plaatsje. Als het einde komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt, als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen, als het nergens anders kan? En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan? Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij. Kom wanneer je wilt, hou kamer voor je vrij. Dit liedje heeft Guus geschreven toen wij ons eerste optreden na het ongeluk van met Royd weer gingen doen in de Triomf destijds in Mensen zijn ook hier. Dag jongen, kunnen we nog eens praten over nu en over later? En dan zien wat er dan komt. Kunnen we gaan zingen over al die leuke dingen? Zullen we gaan lachen? Want het leven is een grap zo. Of lijkt dat soms maar zo? Dag jongen, wat ik je eigenlijk wil vertellen, is hoe het met me gaat. Het maakt me soms nog kwaad, want dit jaar leek zo simpel. Het ging eigenlijk best goed, toen kwam de klap en alles was weg. Ik ben nog steeds aan het zoeken naar de moed.
geen idee hoe het verder moet. Ooit zal er iemand vragen hoe het met me gaat vandaag. Ik weet geen antwoord op die vraag. Ooit wil er iemand weten wat er deze zomer gaat. Tot zo.